Zo kun je je geld terugvragen als je ontevreden bent over een app. En soms heb je een app gedownload en wat blijkt, die app die was van een paar jaar geleden, die wordt niet meer geüpdatet, blijft de hele tijd hangen. Je hebt er dus geld voor betaald, maar je hebt er eigenlijk niks aan. Ja, dat is soms balen, en ook al gaat het om kleine bedragen, het is toch wel zonde van je geld. Wat je dus kan doen, is je geld terugvragen en ik ga je laten zien hoe je dat moet doen. Heb je via de Google Play Store gekocht? Ga dan naar play.google.com/store/account. Hier kun je je gegevens van je account invullen. Hier krijg je een lijstje te zien van alle apps die je ooit in je leven hebt gekocht. De meest recente die staat bovenaan en dat is waarschijnlijk de app waar je je geld voor terug wil. Achter de app staan drie bolletjes, daar tik je op en dan kan je aangeven dat je een teruggave wil. Ze gaan dan vervolgens kijken wat het probleem is met die app en na verloop van tijd krijg je gewoon je geld terug van die app. Via de Apple Store gekocht, dan gaat het als volgt. Je gaat naar report.problem.apple.com. Hier log je ook in met je account. En als je ingelogd bent met je account, krijg je wederom een hele lijst te zien van alle apps die je ooit in je leven hebt gedownload. Uh, bovenaan staat weer de meest recente en waarschijnlijk de app waar je niet tevreden mee was. Uh, ook hierachter staat uh, een button en daarmee kun je zeggen meld probleem. En als je daarop tikt, dan wordt vervolgens aangegeven dat je een probleem had met die app. En wordt het geld teruggezet. Let even op, want heb je de app gekocht via de Google Play Store? Dan moet je dit binnen 24 uur aangeven dat je niet tevreden was. En bij de Apple Store heb je 14 dagen de tijd om aan te geven dat je niet tevreden was.